De treinen rijden in Hongarije, maar ze gaan niet naar Duitsland. Tot wanhoop van de vluchtelingen. De chaos lijkt compleet en niet alleen in Hongarije. Verder in het nieuws vandaag. Nederlandse militair vertrekt naar Syrië en sluit zich aan bij IS. En de scholengemeenschap verdwijnt omdat er minder leerlingen zijn. Goedenavond. Ze willen naar Duitsland. Duizenden migranten die vastzitten in Hongarije. De situatie daar wordt alleen maar chaotischer. Mogen ze nu wel of niet de trein in? En rijden die treinen dan naar Duitsland? Er is geen Europees asielbeleid. En dat zie je in Boedapest. Al dagenlang heeft de politie het station hermetisch afgesloten voor de vluchtelingen. Maar vandaag trekken de agenten zich ineens terug. En stromen de mensen het perron op, de trein in. Na 3 uur vertrekt de trein, maar niet naar Duitsland. 40 kilometer verderop stoppen ze, waar een grote politiemacht ze opwacht. Vlakbij een opvangkamp, waarschijnlijk om de mensen te registreren. De mensen moeten de trein uit, maar ze willen niet. Deze Syrische vrouw smeekt om verder te mogen reizen, maar tevergeefs. En dan knapt er iets bij haar man. Uiteindelijk wordt hij afgevoerd. De mensen blijven zitten in een bloedhete trein. Nou, correspondent Joris van Poppel is bij het station van Boedapest. Joris, die treinen rijden, maar ze gaan niet naar Duitsland. Wat doet dat met de mensen bij jou daar? Mensen voelen zich bedrogen natuurlijk. Ze dachten dat die trein naar Duitsland ging, maar ze hoorden al heel snel dat hij was gestopt bij dat asielzoekerscentrum, bij dat kamp, zoals ze hier zeggen, waar niemand naartoe wil. We krijgen ondertussen ook berichten dat die trein, dat die daar stilstaat met die vluchtelingen daarin, dat die niet naar buiten willen. Sommigen zijn in hongerstaking gegaan. Er was hier net een kleine protestmars van vluchtelingen die eisten dat die trein terugkomt naar Boedapest. Ze zeggen, die mensen moeten niet naar zo'n kamp, naar zo'n asielzoekerscentrum. Die moeten bij ons blijven, zodat we allemaal naar Duitsland kunnen gaan. Ja, waarom laat Hongarije ze eigenlijk niet gaan? Al die mensen willen naar Duitsland. Ja, die mensen willen het. De Hongaren zouden ze ook heel graag naar Duitsland willen laten gaan. Maar het kan niet. Er zijn regels, Europese regels. De indruk is ontstaan dat Duitsland daar wat soepel mee zou om willen gaan. Dat Duitsland alle Syrische vluchtelingen zou willen opvangen. Maar dat is echt een misvatting. Dat heeft de Duitse regering ook proberen recht te zetten de afgelopen dagen. Alleen Syrische vluchtelingen die al in Duitsland zijn, die krijgen onderdak. Maakt niet uit in welk Europees land ze al zijn geweest. Maar ook Duitsland zegt, die Europese regels, die zijn er. Al die mensen die hier in Boedapest staan, vluchtelingen uit Syrië zeggen ze allemaal te komen, die moeten zich hier registreren, die moeten hier de asielprocedure in, zodat ze hier ook opgevangen kunnen worden. Die kunnen niet naar Duitsland, hoe graag ze dat zelf ook allemaal zouden willen. Oké, Joris. Ja, Hongarije houdt zich dus aan de Europese regels, maar wat vindt de Hongaarse premier? Die zegt dat vluchtelingen in Turkije of Servië moeten blijven. Want daar is het veilig. Bovendien willen ze toch allemaal naar Duitsland, dus dan moeten ze het daar uiteindelijk maar oplossen. You know, the problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. So we don't have difficulties with those who would like to stay in Hungary. Nobody would like to stay in Hungary, neither in Slovakia, nor Poland, nor Estonia. All of them would like to go to Germany. Our job is only to register them. Ja, welke landen vangen ze eigenlijk op, die asielzoekers? In juni kwamen er meer dan 35.000 aan in Duitsland. En zo'n 16.000 in Hongarije. Vandaag lekte uit dat de Europese Commissie wil voorstellen om 160.000 asielzoekers te herverdelen over Europa. Want sommige landen doen wel heel erg weinig. In Slovenië, Litouwen en Slowakije ging het in juni om 10 asielzoekers. En in Estland om 25. Arjan Noorlander in Brussel.
Arjan, dat plan dus, dat is om die 160.000 te herverdelen. De vorige keer ging het om een plan van 40.000, dat werd helemaal niks. Waarom zou dit plan wel lukken? Ja, dat is de vraag. Het wordt toch opnieuw voorgesteld, zelfs vier keer zoveel als eerst, omdat het probleem ook gewoon heel groot is geworden. Er zijn wel wat Europese regels over de opvang en registratie van asielzoekers, maar die zijn niet voldoende om deze enorme stroom aan te kunnen. En je ziet nu alle regeringsleiders in Europa eigenlijk roepen, er moet een betere aanpak komen, een gezamenlijke aanpak. Maar er is grote oneenigheid over hoe dat moet. En er is ook onduidelijkheid over wie dat plan nou precies moet voorstellen. Iedereen wil wat anders. En Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, komt dus nu met een plan voor een gezamenlijke aanpak van de grensbewaking. Voor een gezamenlijke aanpak van het terugsturen van mensen die hier niet mogen blijven. Maar vooral, en dat is politiek het meest spannende punt, voor een verplichte verdeling van 160.000 asielzoekers vanuit Hongarije, vanuit Italië en vanuit Griekenland. De landen die nu het zwaarst te verduren krijgen qua instroom. En dat is het ingewikkelde punt. En nu is de vraag, zijn de 28 EU-lidstaten met z'n allen bereid om die last samen te gaan dragen? Ja, en als dat nou niet zo is, als die tegenstanders dwars blijven liggen, wat kunnen landen als Frankrijk en Duitsland daaraan doen? Ja, dat is de grote vraag, want vorige keer is het ook geprobeerd en toen is het mislukt. Want het samenwerken lukt alleen maar als je het echt met z'n 28 samen doet. En er zijn gewoon veel landen, vooral in Oost-Europa, die er helemaal niet op zitten te wachten om verplicht asielzoekers naar hun land toe te krijgen. Dus de druk is enorm groot. Het is in die zin ook politiek enorm spannend, want het gaat natuurlijk wel ergens om. Het is een heel belangrijk onderwerp, ook over de toekomst van de Europese samenwerking. Want je moet dit soort dingen, vinden ze hier, samen kunnen doen. En dus wordt het echt een proef voor Europa om te kijken of ze er gezamenlijk uit kunnen. En als dat niet lukt, heeft bijvoorbeeld Angela Merkel, de bondskanselier in Duitsland, al gezegd, dan gaan we misschien de grenzen binnen Europa ook meer dicht doen. Dan gaat Schengen op de helling. Dan gaan we niet meer de grenzen openhouden in Europa. Dus het wordt een hele spannende tijd of Europa hier wel uit kan komen. Oké, gaan wij maar eens kijken in Den Haag. Bij Ron Vrezen. Ron, 160.000 mensen herverdelen. Voor Nederland zou dat betekenen 8.000 mensen opvangen. Doet Nederland daar aan mee? Nederland legt zich nog niet vast op aantallen, maar het zou in de praktijk er inderdaad op kunnen uitdraaien dat Nederland inderdaad die 8.000 gaat opvangen. Want, zegt het kabinet, dat is nu in de maak zo'n voorstel, we moeten dit inderdaad Europees aanpakken. En als dit het Europese voorstel wordt, dan gaan wij eraan meewerken. Je weet, VVD en Partij van de Arbeid denken totaal verschillend over dit onderwerp. Maar het probleem is inmiddels zo groot dat zij ook allebei inzien. Het gaat niet meer om de vraag, vang je ze buiten Europa op zoals de VVD wil of binnen zoals de Partij van de Arbeid wil. Maar dat je het allebei moet doen. En er is dus een compromis in de maak wat bijna rond is. Oké, en wat houdt dat compromis in? Die verplichte herverdeling dus waar Nederland mee akkoord zal gaan. Verder vindt het kabinet dat er een heel streng terugkeerbeleid moet komen. Een Europees terugkeerbeleid. Dus niet dat landen dat zelf proberen te regelen, maar dat het Europees geregeld wordt. Zou het meer effect hebben. Ook belangrijk, opvang in de eigen regio, vindt de VVD heel belangrijk, dat dat echt handen en voeten krijgt. Niet een paar tenten erheen sturen, maar echt opvang creëren daar in die landen die ook perspectief biedt met onderwijs en met zorg. En heel belangrijk, ze willen dat er maatregelen komen die voorkomen dat als je de asielzoekers dan verdeeld hebt, dat ze dan toch nog door gaan reizen naar landen waar ze liever willen zijn. Ja, dat is ook interessant natuurlijk, want hoe voorkom je dat mensen dat gaan doen? Ja, dat is heel moeilijk, maar Nederland denkt dat je dat kan voorkomen door vast te leggen tegen asielzoekers. Ze zeggen, je mag alleen maar naar Slowakije of naar Duitsland en dan mag je nergens anders heen. En dat weten andere landen ook, dus daar maak je geen kans. En ze willen ook de reismogelijkheden van vluchtelingen beperken. Maar dat is ingewikkeld, maar Nederland wil daar wel op inzetten. Ja, zeg, nou heeft iedereen het sinds gisteren natuurlijk over die foto, de foto van dat jongetje. Heeft dat nog een rol gespeeld in Den Haag? Nou, aan dit compromis waar ze nu aan sleutelen wordt natuurlijk al langer aan gewerkt. Dus in die zin denk ik niet. Maar het is zeker een foto die ook in de politiek hier grote impact heeft gehad. En dat bleek vandaag ook toen er een debat werd gevoerd wat eigenlijk over heel iets anders ging. Het beeld van dat jongetje wat gisteren op het strand lag. Een beeld waarvan ik, moet ik toegeven, voor het eerst in mijn politieke leven van wakker heb gelegen. Dat beeld vertelt ons een ongelooflijk gruwelijke waarheid. Ik vind het verschrikkelijk. Dit raakt je iedereen, denk ik, tot op het bot, tot in het hart. Laten we nu met z'n allen die ideeën bij elkaar leggen.
de wil, de politieke wil en misschien ook wel de financiën erbij voorzien die nodig zijn en iets gaan doen. Dit is zo groot, dit moeten we met elkaar doen in Europa, met alle Europese landen. En deze foto, hoe verschrikkelijk ook, laat tegelijkertijd die noodzaak zien om dat op deze manier aan te pakken. Ja, premier Rutte, zoals ik al zei, er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een compromis tussen VVD en Partij van de Arbeid over de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Morgen is de bedoeling, wordt dat plan dan besproken in de ministerraad. Ron vanuit Den Haag, dankjewel. Ja, asielzoekers opvangen in Zeewolde doen ze dat nu ook al. En volgens de plannen komen daar honderden asielzoekers bij. Bij sommige inwoners leidt dat daar tot zorgen en vragen. Vanavond is er een extra vergadering van de gemeenteraad. Die is net begonnen en er worden heel veel mensen op de publieke tribune verwacht. Zeewolde vangt al wel een aantal vluchtelingen op. Maar er komen er nog veel meer als het aan het gemeentebestuur ligt. 900 om precies te zijn. Hier gaan ze wonen, zo'n 8 kilometer buiten het dorp. Er wonen nu Polen. Veel inwoners maken zich zorgen, vooral over hun veiligheid. Als u kijkt bijvoorbeeld naar de samenstelling van het AZC wat ze hier willen gaan plaatsen, komen er voornamelijk mensen uit, of mannen uit Syrië en Eritrea tussen 19 en 39 jaar. Nou, deze mannen zijn al maanden onderweg en die hebben ook hun behoeftes. En we krijgen ook veel vragen vanuit vrouwen vanuit de gemeente van hoe kunnen wij hier straks mee omgaan. Maar lang niet iedereen denkt er zo over. Ja, die mensen moeten ook ergens een plek hebben. En als je het op tv ziet dan denk je van oké, we moeten er gewoon wat aan doen. Ja, ik vind het moeilijk eigenlijk zo. Maar ik zou zeggen van, ja, niet te veel natuurlijk. Maar ja, die mensen hebben ook dak nodig. Een extra publieke tribune voor de raadsvergadering vanavond. De burgemeester verwacht honderden mensen. Hij begrijpt de zorgen die er leven, maar ziet ook een kentering. Ik kan mij wat beelden van gisteren herinneren van dat kleine jochie wat daar op zo'n strand ligt. En welke acties dan in één keer loskomen van mensen die zeggen, ja, wij moeten ons anders gaan opstellen. Dus ook die kant van de medaille is er. 13 mensen hebben om spreektijd gevraagd vanavond en gekregen. Onder wie Geert Wilders. Wat vindt u ervan dat Wilders naar de raadsvergadering komt straks? We vinden het wel een eer dat hij ons als burgers die tegen de komst van een AZC zijn een hart onder de riem wil steken. Hij is welkom. De extra vergadering is dus net begonnen in de latere journaals. Meer daarover. Ja, en dan die foto die gisteren razendsnel de wereld overging en daarna bij heel veel kranten op de voorpagina terecht kwam. Of eigenlijk foto's, want het waren er meerdere, van het 3-jarige jongetje Aylan uit Syrië. Dat aanspoelde op een Turks strand. Verdronken bij de oversteek die hem in de EU had moeten brengen. De vrouw die deze inmiddels wereldberoemde foto's maakte, zegt dat ze iets wilde doen. Aylan Kurdi'yi gördüğümde gerçekten kanım dondu. O an yapabileceğim bir şey yoktu. O yerde işte kırmızı tişörtü, lacivert şortuyla yarı beline kadar sıyrılmış bir şekilde yerde cansız bedeniyle yatıyordu. Onun için yapabileceğim bir şey yoktu. Yapabileceğim tek şey onun çığlığını, yerde yatan bedeninin çığlığını duyurabilmekti. Ben de bunu ancak deklanşöre basarak yapabileceğime inandım ve o anın fotoğrafını çektim. 2003 yılından beri Doğan Haber Ajansı'nda çalışmaktayım. 2003 yılından bu yana çok sayıda göçmen olayına şahit oldum, fotoğrafladım, görüntüledim. Onların dramlarına da şahit oldum, ölümlerini de sahile vurmuş cesetlerini de fotoğrafladık ve görüntüledik. Çok uzun süredir bunlar yaşanıyor zaten. Umarım bugünden sonra bir şeyler değişir. In Nieuwsuur een uitgebreid interview met de fotografen. En op onze website nos.nl een interview ook met de vader van het jongetje. En dan het nieuws dat een Nederlandse militair is overgelopen naar IS. Een 26-jarige sergeant van de luchtmacht. Hij is vertrokken naar Syrië. Minister Hennis van Defensie noemt dat een klap in het gezicht voor Nederland en alle andere militairen. Het is zeker niet de eerste Nederlander die voor IS gaat vechten, maar wel de eerste actieve militair. En juist dat schokt premier Rutte. Ongelooflijk wrang. In Syrië zijn Nederlandse militairen op dit moment in gevecht voor onze vrijheid. En deze militair is overgelopen naar de andere kant. Dus dat is verschrikkelijk. Ernstig. En wat ik zei, buitengewoon wrang, zeker ook voor zijn collega's.
Berichten dat de sergeant op vliegbasis Schilzerijen werkte, wil minister Hennis niet bevestigen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek door het OM, onder leiding van het OM. En er loopt een onderzoek door Defensie zelf als het gaat om de schade en de risico's, de eventuele schade en risico's die met zijn functie samenhangen. Maar daarover, zolang die onderzoeken lopen, kan ik u geen nadere mededelingen doen. Bij Defensie werken bijna 60.000 mensen, dus het is ondoenlijk om te garanderen dat niemand daarvan ooit zal radicaliseren. Dat kan minister Hennis dus ook niet beloven. Maar ze moet nu wel aan de Tweede Kamer gaan uitleggen dat ze inderdaad streng genoeg is bij de selectie van nieuwe mensen. Het ging nu om een sergeant. Doorgaans is dat een rang waarbij je geen toegang hebt tot echt gevaarlijke informatie. En toch is iedereen hier enorm geschrokken van het feit dat hij is overgelopen naar IS. Boze varkenshouders in Den Haag vanmiddag. De prijs van het varkensvlees ligt al een tijdje onder de kostprijs, omdat er te veel vlees op de markt is. De varkenshouders willen een versoepeling van de milieuregels en een verlaging van de kosten van exportkeuringen. De politie mag van de rechter stoppen met het beschermen van deurwaarders. Dat doen ze normaal gesproken, politie. Maar nu in hun acties voor een betere cao zijn ze ermee gestopt. Volgens de deurwaarders zijn er nu al nauwelijks ontruimingen, omdat ze niet meer automatisch die bescherming krijgen van de politie. En die politie heeft een 28-jarige man opgepakt voor de verkrachting van een vrouw van 75 op deze plek in Amsterdam. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match. De vrouw werd aangevallen in juli toen ze haar hondjes daar aan het uitlaten was. De prijzen van sap, frisdrank en mineraalwater gaan flink omhoog, melden bronnen in Den Haag. Met de belastingverhoging wil het kabinet 30 miljoen euro ophalen om een gat in de begroting te dichten. Het is ontstaan doordat de regeling voor belastingvrij schenken wordt uitgebreid. Hoeveel duurder frisdranken en sappen worden, wordt bekendgemaakt op Prinsjesdag. Basisscholen die verdwijnen omdat er te weinig leerlingen zijn, dat kenden we al. Maar nu zijn de middelbare scholen aan de beurt. Al jaren worden er minder kinderen geboren. Dus logisch dat ze dat na de basisscholen nu ook merken op het voortgezet onderwijs. De komende jaren daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met 12%. Dat betekent dat er over 12 jaar 115.000 kinderen minder op een middelbare school zitten dan nu. In een krimpgemeente als Delfzijl zullen de gevolgen het grootst zijn. Bijna 1/3 minder leerlingen. Maar ook een stad als Gouda gaat het merken. Daar wordt een krimp verwacht van meer dan 15%. Het probleem speelt in het hele land. Maar heel veel scholen komen niet in beweging, zeggen ze in Den Haag. Het begint bij bewustzijn. Hè? Dat we niet in de koplampen zitten te staren en dat de verlamming intreedt. Maar dat we zeggen, we komen nu in actie. We weten dat die krimp eraan zit te komen in de komende 5 tot 10 jaar. Als we nu acteren, kunnen we straks zorgen voor goed onderwijs. In Maastricht zijn ze wel in actie gekomen. Daar hebben ze met de ingang van het nieuwe schooljaar, dat is vandaag begonnen, het roer helemaal omgegooid. Voor nieuwe leerlingen geen schoolgemeenschappen meer. Maar een aparte VMBO-school. 1 school voor alle HAVO-leerlingen en 1 VWO. Het is de allereerste schooldag voor deze prille havisten in de nieuwe constructie. Volgens de directeur was die onvermijdelijk. Omdat we geanticipeerd hebben op de krimp. De eerstkomende 10 jaar 25% leerlingen minder. Dat betekent ook dat dat zich vertaalt naar afzonderlijke scholen die we nu hebben. Dus scholen gaan in de problemen komen, dus leerlingen gaan in de problemen komen. En om dat te voorkomen verdwijnen in Maastricht de scholengemeenschappen. Vanaf vandaag gaan alle nieuwe leerlingen of naar deze VMBO-school, of naar het VWO even verderop, of naar de HAVO. De medezeggenschapsraad begrijpt dat er iets moest gebeuren, maar ziet ook bezwaren. Als je alle schoolsoorten maar 1 hebt in Maastricht, dan kun je als leerling niet meer kiezen. En het tweede bezwaar is dat als je onderwijs organiseert dat er maar 1 HAVO en 1 VWO en 1 VMBO is, dan moet je als leerling al heel vroeg kiezen welk schoolsoort de jouwe wordt. Welcome to your first day in the bilingual stream. Leerlingen per schooltype bij elkaar zetten is goedkoper. En met het bespaarde geld investeert Maastricht onder andere in een 2-talige HAVO. Now what do you need to bring to school the coming days? Op andere plekken in het land waar nagedacht wordt over de leerlingenkrimp, lopen ze tegen Haagse regels op. Sommige scholen die willen fuseren, maar er zijn weer regeltjes die een fusie in de weg zitten. En die regeltjes die zou de staatssecretaris moeten opruimen. In Maastricht kunnen ze met het nieuwe systeem de komende 20 jaar weer vooruit.
Staatssecretaris Dekker is inmiddels bezig om ervoor te zorgen dat die samenwerking gemakkelijker wordt. Op nos.nl kunt u zien hoe de scholen bij u in de buurt er over 12 jaar voor staan. Het grootste leger ter wereld wordt de komende jaren iets kleiner. China gaat 300.000 militairen ontslaan. Dat zei de Chinese president vandaag op een grote militaire parade om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Maar er blijven nog steeds 2 miljoen Chinese militairen over. En ook belangrijk, het Chinese leger wordt steeds moderner. Zij staan vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Precies 70 jaar geleden capituleerde Japan en wonnen de geallieerden. China speelde daarbij een belangrijke, maar tragische rol. 35 miljoen Chinezen overleefden de oorlog niet. Is om de overwinning op Japan te herdenken, ja. Maar het is vooral militair machtsvertoon. China wil aan de wereld laten zien dat ze een moderne militaire krijgsmacht hebben en dat ze bereid zijn die in te zetten als hun belangen niet serieus worden genomen. En dus komt China met een show die voor ons misschien af en toe wat ouderwets oogt. Maar die ook veel modern wapentuig laat zien. Een vredesboodschap op een militaire parade. Er waren trouwens niet veel wereldleiders die die boodschap hoorden. Van de belangrijkste kwamen alleen de Zuid-Koreaanse president Park en de Russische president Poetin opdagen. Dat was China. Tijd voor het weer. Peter, ja, weer terug bij ons. Daar zijn we blij mee. Het is het weer in Nederland, hè, zo te zien. Ja, dat is even een hele andere koek. En dat zag er ook een beetje dreigend uit vandaag voor de kust van Den Haag. Inktzwarte luchten. Hier ziet het er nog mooi uit. Maar ik durf te wedden dat het een minuut later er heel onaangenaam aan toe ging daar op het strand. Prachtige luchten, maar wel onstuimig weer met vrij lage temperaturen. En dat weer, dat zit de komende 2-3 dagen nog voor ons in het vat. Mooie luchten, dat dus wel, ook hier bijvoorbeeld in Zeeland. En dat hebben we er allemaal te danken, of te wijten, zo u wilt, aan een lage drukgebied boven de Noordzee. Dat ligt hier, dat verschuift maar heel langzaam en ook de komende 24 uur, dan hebben we met dat lage drukgebied te maken. Dat zakt heel langzaam een beetje af. En dat betekent ook dat de wind, met name in het noorden van het land en ook aan de kust, gaat toenemen de komende 24 uur. Op dit moment hebben we nog wat buien in het land. Die trokken vandaag van het westen naar het oosten. Er zitten er nog een paar in het oosten. Maar ook in het westen komen alweer een paar nieuwe. En het is vooral daar dat we ook vannacht nog kans hebben op een aantal buien. Daar daalt de temperatuur tot een graad of 12. In het binnenland zijn wat opklaringen en daar wordt het dan zo'n 8 tot 10 graden. Nou, zoals gezegd wakkert de wind al een beetje aan. Windkracht 5. En morgen wordt dat een vrij stevige windkracht 6. In de kustgebieden, maar ook op het IJsselmeer en de provincies daaromheen. Flink wat wind. Vooral in het noordoosten van het land krijgen we toch behoorlijk wat bewolking. Er kan veel regen vallen en dan krijgen we ook te maken mogelijk met een beetje onweer. In de rest van het land nog een klein beetje zon, maar dat doet aan de temperatuur niet zoveel af. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden. Ook zaterdag hebben we wisselvallig weer. De temperatuur die blijft laag voor de tijd van het jaar, maar als pluspuntje krijgen we wel minder regen en meer zon. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Wanhoop bij de migranten die vastzitten in Hongarije. Ze willen naar Duitsland, maar hun treinen gaan daar niet naartoe. Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Goedenavond.